Entropie is een belangrijk begrip uit de tweede wet van de thermodynamica. Die stelt dat de wanorde in een gesloten systeem dat niet in evenwicht is, altijd stijgt. Is er een thermisch evenwicht ontstaan, dan is er maximale entropie bereikt. Halverwege de 19e eeuw formuleerde Rudolf Clausius voor het eerst entropie als het verschil in entropie is het verschil in warmte over temperatuur. Hoe meer warmte, hoe meer entropie. Een andere definitie van entropie is op basis van waarschijnlijkheid. Het aantal mogelijke moleculaire configuraties van een macrotoestand gedeeld door het totaal aantal mogelijke moleculaire configuraties. Eind 19e eeuw formuleerde onder andere Ludwig Boltzmann daarvoor S is Boltzmanns constante keer de ln van het aantal mogelijke configuraties van een bepaalde macrotoestand. Kijk naar de snoepjes op deze trilplaat. Een systeem waar meer mogelijke verdelingen van microtoestanden tot dezelfde macrotoestand bestaan, dus waar de snoepjes meer door elkaar zitten, leidt dus tot meer wanorde, entropie. Maar hoe kunnen we dit linken naar leven? In elk natuurlijk proces, dus ook in levende cellen, heerst een neiging naar dissipatie, ofwel verlies van bruikbare energie naar hitte, waarbij de entropie toeneemt. Deze reacties, waarbij energie wordt omgezet in onbruikbare energie, zijn reacties die spontaan verlopen en gaan door totdat er een bepaald evenwicht is bereikt in de verdeling van deeltjes. De cel zou dan een soort soepje van gelijkmatig verdeelde deeltjes zijn. Op deze manier zou de cel geen enkele functie kunnen uitvoeren, maar omdat de cel over enzymen beschikt en omdat de cel geen gesloten systeem is, is hij in staat om binnen zichzelf orde te scheppen. We leggen aan de hand van het oplossen van zout uit hoe het mogelijk is dat de totale entropie toeneemt, maar plaatselijk afneemt. Als je een zout oplost in water, ontstaat er spontaan een gelijkmatige verdeling van deeltjes. Hier komt warmte bij vrij en entropie neemt toe. De omgekeerde reactie, waarbij de entropie afneemt, ontstaat niet spontaan. Dus willen we dit bereiken, dan is het nodig om entropie toe te voegen. Hiervoor moeten we het mengsel verwarmen tot het alle water verdampt is en in zijn geheel van het zout gescheiden is. Op deze manier is er plaatselijk orde geschept, maar om dit te bereiken is er zoveel energie nodig dat de totale entropie in het universum toch is toegenomen. In de cel gebeurt dit met behulp van enzymen. De cel haalt energie in de vorm van glucose uit zijn omgeving en schept binnen zichzelf orde. De onbruikbare energie in de vorm van warmte die erbij vrijkomt, zal buiten de cel voor een toename van de entropie zorgen. Bij reacties die spontaan verlopen, wordt alle energie gelijk omgezet in onbruikbare energie. Hoe is de cel dan in staat om met behulp van deze energie tot orde te scheppen? Dit kunnen we uitleggen met behulp van een voorbeeld. Als je een steen zou laten vallen, zou de potentiële energie tijdens het vallen worden omgezet in kinetische energie en op het moment dat hij de grond raakt, worden omgezet in warmte. De energie gaat op dit moment verloren in onbruikbare energie. Maar laat je de steen vallen op een rad dat ermee een emmer water omhoog hijst, wordt een deel van de kinetische energie omgezet in nuttige energie. Voordat de energie uiteindelijk eindigt in warmte, kan het dus eerst worden omgezet in bruikbare energie om een niet spontane maar nuttige reactie te laten verlopen. In de cel gebeurt dit door glucose eerst om te zetten in ATP. Door het koppelen van de fosfaatgroep fungeert ATP als dragermolecuul van energie. Deze energie wordt gebruikt om bepaalde structuren in de cel aan te leggen en overbodige energie wordt de cel uitgetransporteerd. Maar als deze cellen in een menselijk lichaam zitten, wat gebeurt er met deze onbruikbare energie buiten de cel in het lichaam? Zijn de cellen met elkaar in staat om de toenemende entropie in het hele lichaam tegen te houden? Of zorgt deze entropie langzaam voor het aftakelen van het lichaam? Wat is precies de link tussen entropie en ouderdom? En kunnen wij ons lichaam dan een handje helpen bij het terugdringen van de entropie? Biedt dit de vooruitzicht op het tegengaan van ouderdom?